Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik je mijn avondroutine laten zien. Het is nu 7:05 precies en ik ben wat aan de late kant, I know. Ik heb een hele dag gewerkt, ik ben tussendoor nog even wat leuks gaan doen. Ja, het is tijd om te gaan koken. Ik heb mijn werk zo goed als afgerond voor vandaag. Ik vind het wel weer even mooi geweest. Misschien dat ik vanavond nog even mijn vlog ga bewerken, maar dat komt wel. Maar het is tijd om te koken. En ik ga vandaag een recept maken die ik nog niet echt heb gevonden. Ik ga courgette pasta maken. Dus van courgette spaghetti gemaakt, zeg maar. Met zalm en ertjes erdoor. En avocado dressing. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen. Maar we gaan het zien. Ik heb in ieder geval de dingen in huis. En we gaan gewoon... Meestal maak ik gewoon maar wat. Meestal zoek ik gewoon wat recepten. En doe ik gewoon maar een beetje dingen doorwaar. Dus dat ga ik nu maken. En dan ga ik het opeten. En meestal doe ik dat achter mijn laptop. Beetje slecht, maar dan kijk ik altijd een beetje YouTube video's. Heel soms neem ik er echt bewust de tijd voor. Zou ik vaker moeten doen, maar waarschijnlijk wordt het vanavond gewoon video's kijken tijdens het eten. Oké, ik neem jullie mee de keuken in. Let's go. Ik heb alvast de ertjes uit de vriezer gehaald. En ik heb alvast de courgette gepuntslijpt met zo'n puntslijper. En ik ga nu even een avocadootje nog snijden. Ik zit te denken of ik een... Hij is nog best wel hard. Jammer. Nou, dat is dus echt niet eetrijp. Dat is keihard. Nee. Dat gaat in een bakje in de koelkast. Dan hebben we geen avocado dressing. Maar ik heb wel room gekocht. Deze. Oakley. En dan maak ik daar gewoon een beetje een sausje mee. Heel simpel. Wie vindt ook het allerlekkerst als je begint met koken? Zeg maar, ik doe eigenlijk praktisch gezien overal ui en knoflook door. Dat is gewoon mijn basis. Wat ik ook maak. Maar als je dan die ui aanfruit, dan ruikt het gewoon echt al naar iets super lekkers. Terwijl je maakt helemaal nog niks. Je bent gewoon ui aan het warm maken. Maar I love that. Oh ja, trouwens nog wel een trucje. De knoflook doe ik niet gelijk met de ui. Want meestal ben ik goed voorbereid dat ik dingen heb gesneden en zo. Maar soms niet. En dan ben ik andere dingen aan het doen en dan verbrandt de knoflook. En zo verbrandt de knoflook niet. En de knoflook geeft wel smaak. En als die een beetje warm wordt, dan... Je hoeft het niet zeg maar bruin te laten worden of zo. Het wordt alleen maar bitter daardoor. Dus je kan gewoon makkelijk de ui aanfruiten zonder knoflook. En dan de knoflook later erbij doen. The kitchen queen princess is done. Ja, ik ga lekker eten. Ik eet niet super vaak zalm. Dit is echt de eerste keer dat ik het uit de vriezer eet. Want normaal eet ik het vers. Maar... Het is wel een stuk goedkoper uit de vriezer. En ik dacht, weet je, let's try it out. Maar dit is echt hartstikke prima. Lekker veel groente. Ja, I love it. Ga ik lekker YouTube kijken. En meestal kijk ik Willem 10. Dat vind ik echt heerlijk om tijdens het avondeten te kijken. Ik vind hun vlogs geweldig. Of Nienke Plas heeft ook weer geüpload, zie ik. En Go With The Flow. En Roosmarijn. En nadat ik heb gegeten en video's heb gekeken, ga ik even afwas doen. Ik heb de hele dag niet afgewassen. Dat doe ik eigenlijk één keer per dag, gewoon in de avond alleen. En dan staat er van de hele dag. Maar ik vind het niet zo erg, want ik ben gewend dat ik geen vaatwasser heb. Ik had nog wel eens een vraag van de mensen die zich afvragen of ik nou alleen woon. Of dat ik bij mijn ouders woon, of dat ik met kamergenoten woon. Ik woon bij mijn ouders in het huis van mijn ouders. Maar mijn ouders zijn praktisch, nou ja, in ieder geval een kwart jaar minimaal weg. Want ze zijn al op vakantie. Dus ze zijn nu ook op vakantie. En dan ben ik alleen thuis. Dus dan is het voor mezelf koken en zelf boodschappen doen. Maar ik krijg heel vaak die vraag. Dus vandaar bij deze. Ik woon niet op mezelf, helaas. Maar ik woon in het huis van mijn ouders. En mijn avond is niet compleet zonder een kopje koffie. Wel decaf. Dat drink ik eigenlijk alleen maar. Maar wel heel lekker. En met dat kopje koffie ga ik mijn vlog editen. Beginnetje maken mijn vlog. Dat is wat ik de avond ga doen. Maar ik ga ook nog even daarna een beetje me-time hebben. Dus dat laat ik jullie ook zien. Lekker werken! Het is 10:00 en ik ga mijn kleding even uitdoen. Ik ga wat anders aandoen. Ik zat er nog over na te denken om te douchen, maar ik had er geen zin in. Ik heb vanmorgen gedoucht. Het was eigenlijk al vanmiddag in de middag al, omdat ik pilates heb gedaan. En ik ga dus even mijn pyjama aandoen. Of even gewoon iets lekkers aandoen. Iets chills aandoen, want ik
heb niet echt een pyjama. En dan ga ik even een maskertje op doen. Een glow sheet mask van de HEMA. Ik doe dit niet elke avond, of course. Maar ik heb wel eens dat ik gewoon zin heb in even een me-time momentje. En ondertussen ben ik gewoon video's aan het kijken. Maar ik had een best wel druk weekend ook. Dus ik wil gewoon even relaxed. Dus dat ga ik doen. Yes! Ik ga even thee zetten ondertussen. Ik heb een hele lekkere thee die ik hier op mijn kamer heb. Ik zal even bijpakken. Dat is deze thee van Clipper. Ik heb nooit thee van Clipper eigenlijk. Eens in de zoveel tijd kopen voor mezelf een soort duurder theetje. Of een wat specialer theetje. Ik hou heel erg van roze thee, gember thee, kurkuma thee. En ik had de laatste ook gekocht met lavendel. Maar dit is dus met a twist of rose. Elderflower infusion with a twist of rose. Ja, ik vind deze gewoon heel lekker. Dus dat ga ik even lekker maken. Thee maken. Zo jammer altijd dat deze dingen zo slecht passen. Maar oké. Sheet maken. Light. Het is 11 uur, iets voor 11. En ik ga mijn tanden poetsen. Ik ga lekker slapen, tenminste ik ga in bed liggen. Meestal kijk ik altijd wel even op mijn telefoon als ik ga slapen. Which is not a great thing. Maar ja, ik heb het heel lang geprobeerd om het niet te doen, maar ik slaap er gewoon rustiger door. Maar goed, meestal ga ik naar bed rond 11 uur. Door de week. In het weekend kan het wel verschillen. Maar het verschilt sowieso best wel veel. Want soms vind ik het lekker om 's avonds nog een beetje te werken. Of 's nachts te werken. Het ligt er weer aan hoe mijn mood is. Maar nu is mijn mood gewoon om lekker een soort van vroeg op tijd naar bed te gaan. Dus dat doe ik dan ook. Morgen gaat de werken weer. Dus ja, cheers.